Tot 14 januari tonen we hier op Huygens Hofwijk een bijzondere tentoonstelling met tal van toverlantaarns en toverlantaarnplaatjes. Rondom deze tentoonstelling organiseren we allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo zijn er kinderworkshops, is er een speciale toverlantaarnvoorstelling en is Huygens Hofwijk tijdens Kaarsjesavond geopend voor het publiek en op Tweede Kerstdag. Ook dan kunt u de bijzondere tentoonstelling van deze toverlantaarns en toverlantaarnplaatjes hier komen bekijken. Gwen Sebes, jij bent een van de verzamelaars van wie we hier toverlantaarnplaatjes tonen en toverlantaarns op Huygens Hofwijk. We staan hier naast een bijzonder exemplaar, een hele grote toverlantaarn. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Dit is een zogenaamde biennial toverlantaarn, omdat hij twee lenzen heeft die gelijk zijn. Je kan beelden over elkaar heen projecteren, of je kan een kleiner beeld in een groter beeld projecteren. En je kan overvloeien. De toverlantaarns die wij hier in de tentoonstelling hebben, zijn allemaal 19e eeuws of begin 20e eeuw. In 1895 kreeg je de film. Ja, en dat heeft ook de toverlantaarn een beetje verdrongen. Hoe werkt deze toverlantaarn precies? Nou, je hebt ten eerste een toverlantaarn nodig, maar ook een lichtbron. En het licht gaat door de lens. En daar zitten bepaalde geslepen lenzen in. En die projecteren de afbeelding van het plaatje, wat ik dan straks hierin ga stoppen, projecteren ze op het doek, maar dan vergroot. In deze toverlantaarn zit halogeen licht. En vroeger zat er gaslicht bij. Als ik een voorstelling geef, dan moet ik er altijd heel erg rekening mee houden dat de platen allemaal verschillende maat hebben. En dan moet ik aanpassingen maken aan de lantaarn, zodat de afbeelding precies voor de lens komt. Ik kan deze wel even laten zien. Dan moet ik weer even die aanpassing maken. Kijk. Dat zo nog een keer. We hebben dus verschillende soorten plaatjes. Dit heet een chromatroop. En die heeft een mechaniekje waardoor het ronddraait. En dan krijg je allemaal hele bijzondere kleuren. Hier hebben we een lange plaat waar verschillende afbeeldingen op staan. En die schuif ik dan heel langzaam voor de lens. En dan zie je telkens een andere afbeelding zie je dan op het scherm verschijnen. Ik heb ook twee platen meegebracht die speciaal gemaakt zijn voor zo'n dubbele lantaarn. En in het ene geval is het een ruïne van een kerk. S'nachts. En het andere plaatje is dezelfde ruïne, maar dan in sneeuw. En dan wordt het opeens van nacht wordt het een sneeuwlandschap. Ik ga nu een slide carrier erin doen. Dat is een plaatjeswisselaar. Ik pak nu een plaatje. In dit geval plaatje nummer 1 van een roodkapje verhaal. Dan stop ik zo in de slide carrier. Dan duw ik erin. En dan wordt hij zo voor de lens geduwd. Nou, als ik dat plaatje heb laten zien, dan pak ik plaatje nummer 2. Dat doe ik erin. Schuif die voor de lens. En dan komt nummer 1, komt dan weer terug. En zo werk ik het hele verhaal af. Martin Vliegendhart, jij bent de andere privéverzamelaar van wie we hier op Hofwijk een mooie collectie tonen met toverlantaarns en toverlantaarnplaatjes. Je hebt er zelfs een eigen museum van toverlantaarns. Klopt, ik heb een eigen museum sinds een halfjaartje in Heilo. En daar heb ik een 400-tal toverlantaarns staan en aanvullend artikelen van plaatjes tot hoefplaatjes werden gemaakt en geschilderd. En eigenlijk alles wat er omheen komt kijken aan branders. Er zijn natuurlijk verschillende lichtbronnen geweest. Je begon met een kaarsje, toen een olielampje, toen koolspitsen en op een gegeven moment dan de gloeilamp. Dus en tegenwoordig worden ze gewoon met halogeen vaak bediend. Want wat fascineert jou zo aan de toverlantaarn? Hoofdzakelijk de techniek erachter. En zeker omdat je dan 100, 150 jaar terug moet kijken wat ze toen al voor technieken hadden.
De toverlantaarn is natuurlijk een uitvinding van Christiaan Huygens. Dus die dateert al van veel eerder. Het was een van zijn vele uitvindingen van Christiaan. Hij was er zelf niet zo trots op, Martin. Nee, dat heb ik begrepen. Hij schaamde zich er eigenlijk een beetje voor. Wat we hier tonen, uit welke periode is dat? Nou, hier praat je eigenlijk over de periode 1880 tot 1900. En je had ook kinderlantaarns, die komen dan later aan boord. Maar ja, goed, dat was voor de beter gestelde kinderen dan. En dan konden ze eigen lantaarnplaatjes inschuiven en vertonen aan hun vriendjes en vriendinnetjes. Want zie je dat de productie van die toverlantaarns, dat was vooral in West-Europa of vind je ze ook in andere landen? Je vindt wel wat terug in Japan en zo, maar dat is heel. Het zijn eigenlijk hele andere lantaarns. De grote projectoren komen uit Engeland en de kinderprojectoren is hoofdzakelijk Frankrijk en Duitsland. Duitsland heeft heel veel speelgoedfabrieken als Planken en Valk en ja, die maakt eigenlijk de kinderlantaarns. We staan hier bij hele bijzondere, tenminste ik vind dat zelf een hele bijzondere collectie toverlantaarnplaatjes. Het zijn echte miniatuurschilderijtjes. Wat wordt hier afgebeeld? Hier wordt de rattenvanger van Hamelen afgebeeld. En deze lantaarnplaten werden gebruikt in een theater in België. Dus eigenlijk een soort bioscoop, rondreizend. Dit is uniek. Dit is de enige plaat in de wereld van deze serie. En de serie is nog compleet. Dus ja, dat zie je ook haast nooit. Dus dit is echt wel een trots van een verzamelaar en zeker van een museum. Dus we zijn er erg blij mee. In deze vitrine zien we eigenlijk Roodkapje, alleen het sprookje van Roodkapje. In verschillende versies van verschillende schrijvers eigenlijk. Dus ook heel veel met verschillende einden. Want soms is die wolf die wordt in de put geduwd. De andere wordt die opengesneden om Roodkapje eruit te halen. Het is echt heel verschillend qua ja, belevenis geweest. Of je nou een Duits verhaal hebt, Engels verhaal of het Frans. Het Frans is meestal het gruwelijkst. Hier zien we kinderlantaarns en eigenlijk huiskamerlantaarns. Dus de kleinste, dat zijn de kinderlantaarns. De huiskamerlantaarns zijn iets grotere. Die werden in feite bediend door de oudste broer of de vader. En de kinderlantaarns werd gewoon gedaan ja, door de jongere kinderen. Konden ze hun beeldjes laten zien aan hun eigen vriendjes en vriendinnetjes. Alleen er zat wel altijd gevaar in, want ze werken allemaal met oliebrandertjes. En daar gebeurden nog wel eens ongelukken mee.